Een hele goede avond. Het is weer bijna voorbij deze dag. Maar toch niet helemaal voordat we weer een leuke nieuwe video kunnen presenteren. Van een, in dit geval, 2024 model. De Caravelair Alba 472. Lekker compacte caravan. Is maar 2,10 meter smal. Weegt 925 kilo ledengewicht. En kun je standaard beladen tot een 1100 kilo. Maar er zijn mogelijkheden voor meer belading per stappen van 50 kilo tot aan maximaal 1300 kilo. Dus wel even iets om over na te denken natuurlijk bij de aanvraag van je kenteken. Goed, nou, deze nieuwe Alba is zeer goed te herkennen aan de nieuwe styling. Caravelair is met 2024 over op een nieuw logo, wat even terugroept op een stukje verleden, een ver verleden, waar ze zijn ooit begonnen als Caravelle, een vliegtuigbouwer. Dus als je goed kijkt, dan zie je daar ook een mooie vleugel in het nieuwe logo verwerkt. Nou, dus die Caravelair Alba Line 24 die heeft een volledig eigenlijk witte uitstraling. Die beplating is een polyester beplating. Dus die zit op het dak, op de zijwanden en ook zelfs aan de bodem verwerkt. Dus dat maakt hem veel beter bestand tegen inslagen van buitenaf of zelfs ook bodemrot. Goed, voor de Alba Line van 2024 geldt er eigenlijk een drie pakketten systeem. Uitvoering die hier staat, staat met een pack safety, wat inhoudt dat deze mooie Alco stabilisatiekoppeling erop zit. Die haalt eigenlijk de slinger en de deinsbeweging er wat uit. Daar zit ook in verwerkt een reservewiel, welke te vinden is op een stalen velg met een bevestiging in de disselbak. Als je kunt zien, de disselbak blijft mooi eenvoudig openstaan door die hulpveer die erop zit. En er kunnen een tweetal gasflessen geplaatst, er zou ruimte zijn voor een tweetal gasflessen in de disselbak. En eventueel nog wat extra bergruimte. En wat er verder in die pack safety zit, is dat er ook nog het onderstel is uitgevoerd met schokbrekers. Naast de pack safety kent Caravelair een tweede pack. Dat is ook op deze caravan aanwezig. Dat heet dan de pack cozy. Daarin bevindt zich onder andere dit mooie grote serviceluik, wat je van buitenaf toegang geeft tot de laadruimte onder de bedden. En die is enorm. Dat laat ik je van binnen dadelijk ook nog even zien met wat meer licht erbij. Maar die steekt helemaal door over de volledige breedte van de caravan. Daar zit verder dan ook nog in een mooi groot dakluik. Daar zit in een hoordeur. En wat extra leeslampjes. Allemaal dingen die we je binnen gaan laten zien. Nou, de 472 uitvoering is met een keukenopstelling aan de voortent of de deurzijde te vinden. Heeft een toegangsdeur uit één geheel en heeft hier aan de rechterachterzijde een luikje zitten. Daarin zit je wc-cassette opgeborgen en zoals je kan zien is dat uitgevoerd als een trolleysysteem. Dus je brengt de vuile was makkelijk weer weg. Als we nog even naar de achterzijde van het voertuig gaan kijken, dan zien we ook zo hoe de afwerking daar is. Nou, hij heeft ook een witte bumper in de geheel in stijl. De ramen zijn overigens ook vrij donker getint. Je kunt mooi nu zien als het licht binnenbrandt dat je toch nog wel goed ruim voldoende licht binnenkrijgt erdoor. Nou, lichtpartijen zo op deze wijze afgewerkt. En het is tijd om binnen te gaan kijken. Zo. Nou, zoals gezegd, in die pack cozy bevindt zich dus dan ook nog deze hoorder. Nou, ik had het net al eerder gezegd, er zijn drie pakketten. Nou, deze uitvoering zitten er twee. Er bestaat namelijk ook nog eens een keer een pakket, dan moet ik dat even goed heten, hoe heet dat pakket ook alweer. Dat is de pakket, de pack douche. Pack douche houdt in een grote vaste watertank van 50 liter, een verrijdbare 30 liter watertank. Daarnaast ook een boiler, dus je hebt dan warm water in de caravan. En een uittrekbare handdouche met een gordijn in de toiletruimte. Niet op deze caravan aanwezig, maar weet dat die mogelijkheid bestaat. Nou, dan hadden we het over een groot dakluik in het pakket Cozy. Nou, te zien is dit mooie grote 50x70 dakluik. Dit is een luik wat te bedienen is middels een beugel. Op deze wijze kun je hem eenvoudig weer sluiten en ook openen. Heeft uiteraard een aantal standen. Is uiteraard voorzien van een nachtelijke blindering. En natuurlijk ook een hor. Zo. Nou, de kleurstelling van die nieuwe 2024 Alba heeft een donker granietstenig motief. Er zit ook een stukje structuur op de werkbladen. Heeft anthracite zitkussens en wat lichter, een beetje licht zilvergrijzige rugleuningen. Stevig schuim. Tafelconstructie is een ophanging op een railtje. Dus op deze wijze kan je hem makkelijk verplaatsen. En de tafel kan ook naar beneden worden gehangen. Om ervoor te zorgen dat je van de zitgroep waar ik hier nu zit, nog twee extra slaapplaatsen kunt creëren. Nou, er zitten dus leespotjes met USB-contactjes aan weerszijden. En boven de zitgroep bevinden zich een tweetal grote opbergkasten
met ruim voldoende bergruimte. Je ziet goede plafonnière boven de zithoek te vinden. En dan bevindt zich meteen om de hoek dan dus de toiletruimte. Nou, ik zal eventjes laten zien wat zich hierin te vinden is. Uiteraard natuurlijk hier het Tedford cassette toilet met elektrische spoeling. Een wastafeltje, welke vanwege de compacte ruimte opklapbaar is. Op deze wijze nog even mogelijk om snel je handen te kunnen wassen. En zoals gezegd hier dan bij ook de kraan. Er zijn wat opbergvakjes aanwezig. Er zit een plafonnière verwerkt, er zit wat ventilatie. Wat jullie niet zo kan zien, maar zit hier ook nog een spiegel en een kapstokhaak in te vinden. En zo. Keukenopstelling bevindt zich dan hier. Nou, één hele grote klep met gigaveel bergruimte. Keukenvenstertje met hor en blindering. Raam kan in diverse standen worden opengezet. Even de twee vergrendelingen losmaken. En op deze wijze kun je het raam dus in een aantal standen openzetten voor de nodige ventilatie. Afwerking in je werkblad bevindt zich een 3-pit gaskooktoestel. En hier dan de spoelbak met het watervoorziening. Zo, er is nog een klein stukje ruimte op het werkblad overgebleven om wat dingetjes aan de zijkant kwijt te kunnen. Verder aan de onderzijde herbergt hij zich een mooie lade met gaskranen. En hier een extra opbergkast daaronder. Qua koelkast is er een 6 of 87 liter absorptiekoelkast. Wat inhoudt dat die koelkast kan functioneren op gas als je vrijstaand staat te kamperen. Die koelkast werkt op 12 volt als je onderweg bent, krijgt hij zijn voeding van de auto. En natuurlijk gewoon op de standaard 230 volt als je hem thuis wil voorkoelen of op de camping zal staan. Nou, dat doe je inmiddels deze draaiknop, heb je baronkeuze mogelijkheid. Heeft ook een groot vriesvak aan de bovenzijde. Nodige opbergvakjes die je wat kan indelen. En een groentela aan de onderzijde. Dan hebben we nog het verwarmingssysteem. Standaard in de caravan aanwezig een Truma 3000 vierkachel. Deze kachel werkt op gas en ja, heeft binnen no time deze caravan lekker op temperatuur. Daarboven herbergt zich dan de hangkast. Daar zit ook de aardlekschakelaar met de lekschakelaar. En even kijken, er is ook nog de roeder te vinden. En een stukje kabelvoorbereiding. Nou, dan ga ik even wat met jullie ronddraaien. Nou, dan zie je wellicht hier nu boven mijn hoofd, bevindt zich binnen bij de keuken. Dus ook nog eens een keer een extra dakluikje. Ook weer een transparante koepel. Uiteraard ook hierin voorzien. Hoor en verduistering. En hij werkt net zoals het grotere dakluik wat ik eerder gedemonstreerd heb. Wil jij een beetje privacy in je slaapkamer? No problemo. Daar is aan gedacht. Er is hier een gordijn om even dat zicht te blokkeren. En zo bergen we dat eenvoudig op. Nou goed, de 472 kies je natuurlijk eigenlijk ook voor het slaapcomfort. Twee enkele bedden, maar op een hele leuke en wat andere manier gedaan, zoals eigenlijk alle andere fabrikanten doen. Je ziet die twee enkele bedden langzaam naar elkaar toe groeien. Dus je hebt toch het comfort van het goed in en uit je bed kunnen stappen, zonder dat je de ander wakker maakt. Je hebt toch het comfort van goed bij je kast te kunnen komen. Ook het comfort dat je daardoor je bedden wat makkelijker op kan maken als bij het grote tweepersoonsbed. Maar je ligt toch ook nog wel weer een beetje bij elkaar. Dus eigenlijk heb je het beste van alle werelden. Nou, zoals gezegd, er zitten dikke comfortschuim in die matrassen. Een echt lekkere, stevige matrassen. Die matrassen aan zich, die zijn ook nog wel steeds van elkaar gescheiden. Liggen op een goed geventileerde houten lattenbodem met een metalen ombouwframe. En zoals je kan zien, stevige gasveerondersteuning. Dus het bed kan zo eenvoudig omhoog geklapt worden. Nou, zal ik het aan de andere kant ook eens even doen. Kijk eens even wat een giga hoeveelheid bergruimte. Het is zelfs zo functioneel dat je kan er ook makkelijk instappen om je inhoud te rangschikken. Echt heel veel bergruimte. En wat is ook zo super handig van deze constructie is dat je die bergruimte ook overdwars kan gebruiken. Omdat er eigenlijk een verbinding onder de twee bedden aanwezig is. Nou, je ziet hier nog een gedeelte tussen zitten. Haal ik eens even wat voor onderuit de bedden. Kijk, deze twee opbergplanken worden standaard meegeleverd. Samen met dat stukje brie. Hoppakee. Doen we dat bed naar beneden. En doen we even kijken. Ik ben iets te enthousiast. Even kijken of er nog een volgorde aan zit. Nou, volgens mij is het zo dat één plankje zonder knopjes en één plankje met knopjes. Ik heb het niet geoefend van tevoren, dus we zullen maar even kijken of het klopt. Of dat het nou net andersom is. Even kijken. Zo, ja, het komt dat de plank weg kan schuiven. Dan doen we de twee bedden naar beneden.
Zo. Hé, hey, waar heb ik nou met die kaaspunt gelaten? Oh, hier. En op deze wijze, kijk eens even, bouw je het tot één heel groot bed. Nou, wat misschien nog wel even heel goed om te weten is, en zeker voor ons als Nederlanders zijnde, de twee bedden zijn niet even lang. Het ene bed, moet ik even goed kijken, oh ja, bed voor jullie aan de rechterzijde is 1,95, maar let wel, ook bij 95 centimeter breed. En dat is super breed, want als je normaal gesproken naar een caravan met enkele bedden zal kijken, zal je zien dat het toch vaak ophoudt bij een centimeter of 80. Nou, door deze oplossing heb je toch, ondanks dat het een smalle caravan is, een lekker breed bed. 1,95 lang en het andere bed is 2,05 meter. Dus ook rekening gehouden met onze lange mannen en vrouwen. Goed, dit is de Alba 472 2024. Wil je meer weten? Kom je gewoon lekker langs. En dan drinken we samen een bakje koffie of thee, wat je lekker vindt. En dan gaan we hem helemaal doornemen. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer.